Dames en heren, het is niet te geloven, maar we zijn er weer. En we hebben een speciale gast. Clay. En waar zou Clay nou werken? Ik weet het. Welkom Clay. Dankjewel. Ik ben Saken, dit is Shirley, dat is Clay. En samen zijn we Duo Panotti. Saludos, televidenten en atanos back atrobe como Duo Panotti. Zoals je allemaal wel weet, is het carnaval geweest. En nu, na alle drank en nog wat meer al het lekkere eten, is het vaste tijd. En Duo Panotti staat in die nieuwe keuken. Nou, dat kunt u wel zien. Allemaal redenen om te zeggen, jongens, we doen het even rustig aan. We maken simpele gerechten. Zo, Awaraki, Shirley, Tabai Hassi, Tabai Traha. Bakkejauw. Bakkejauw. Bakkejauw tempera. En natuurlijk, Clay helpt haar. Je dansa die Clay. En als ik het niet snap, dan roep ik er wel weer tussendoor. En ik heb alvast één vraag aan Shirley en ik hoop dat ze die straks wil beantwoorden. Hoe haal je het zout weg? Vorige week, in semaine passa, heb ik bakkejauw gemaakt. Nakas, thuis. Wat denk je? Zout! Niet te eten! Niet te eten! Zout! Kortom, hoe haal je de zout weg? En wist u trouwens, bakkejauw heet in Nederland stokvis. Ja. Bakkejauw. Sí, bakkejauw. Hier is het bakkejauw. En lang leven ze naar papiamento, zoals zaken het Hollandees, aan het papiamento. Koe en bakkejauw, nou zal ik een moa, of een noche, of por lo menos 4 uur, lag een moa. Cambia su agua, vuelve la B, vuelve a cambiar agua, pone la candela, baja el agua, machique un tiki, ya vos a parte mei, sal también está sal. Pone un tiki agua, para que fresco un tiki más, baja el agua, y ahora está claro, para nos procesar. Dus als ik het goed begrijp, in de week zetten, spoelen, 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 koken, spoelen, 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 en zo krijg je het zout weg. Ja, dat klopt. Heb ik het toch goed begrepen? No dor que nós estamos na bakiau, junto com né, nós a decidir que nós estamos na pampuna, batata doce e rebe, o horta. O horta está ainda na candela, do agora. Nós também põe a veia quente, para nós pôr direito a bakiau. Então, essa aqui, posso, está praticamente clara. Nós temos aqui zeta de oleife. De com zeta de oleife, me gusta zeta de oleife. Isso é da. Me dá mais duas que outra zeta. Sim. Não deu para dar mais que a zona, dá uma, não? É da massa luta, me segura, segura, sim. De menos, nós só se nós me plascava, nós só cortamos cebola, corra. Nós só cortamos o horto, não o horto, o premontão. E com o flouk, aqui nós temos três tipos de premontão. E mesmo com um bonito color. Sala é um pique. Prei, rode ui, pika. Nee, er zit geen prei in. Prei, wat zeg ik nou? Knoflook. Knoflook, rode ui en drie kleuren paprika heb ik hier zitten. Alleen dit ziet er al lekker uit. Ja, en het ruikt ook heel lekker. Echt hè? Ja, ruikt lekker. Jammer dat we nog geen ruik-tv hebben, jongens. Misschien binnenkort hè? Wie weet. Wie weet. Kleen ons van je bakkejauw. Gaan ons maar lekker nada bij het kruiden. Oké. Dank je.
voorbereiding doet wel wat tijd. Ja, de voorbereiding neemt wel wat tijd. Hey, maar Klee, jij werkt bij de brandweer, hè? Ja, correct. Maak je dit ook wel eens? Als je ja, dit is ook iets wat op ons menu zit hier bij de brandweer. Zeker heel veel vis. Ja. Wij doen heel veel met vis. Is dat iets vinaigre natuurlijk? Dus die hebben dan hier vinaigre puro, no? Hier vinaigre puro, we moeten erin maken, we doen ook niet, of we moeten op een schoon dije. Sino, ik kom hier naar mucho zuur. En die semper den, die schat in vera, met dat pone vinaigre. Zie je wat ding? La mucho daar met dat bon. Een tikje manteca. Essa aqui não se precisa baquear o tempera. Você botar aí baquear o soba. Essa aqui é um tempera. Botar pôr vinagre dentro ou flamante. Danke, Clay. Zeta. Que meia se põe? É pica dentro? Seguro não. Pica sempre é bom. Onde que curry não dá bom, mas lá. Não gosta de curry, sim. Onde que promete, põe smack. Puxa, viu? Daí Brandoe na canha, spit! Seguro, seguro. Anocle! Não mistério de dia, seguro, seguro. É, tá pondo épico com banda, isso não porque mais pica, tá pondo mais pica. Ok, nos baquiao tá claro. Os baquiao temperado tá claro. A mim nunca não tá gosto, lá que esse boio, que é pimentona, morri muito. Era, é tipo, é tipo. Me gosta pra não que era com um bite. Se eu lhe acabo de não dizer, natuurlijk. Dat die bakken jou niet zout is, maar dat wil ik wel even zelf proeven. Ga ik even doen. Douche. Verrukkelijk. En niet zout. En niet zout. Dat is goed. Echt. Top op de jury. Oké, kijk. Ik woon hier nu 8 jaar op Bonaire. En nog altijd, elke dag, moet ik lachen. Zo ook vandaag. Shirley zegt tegen mij, Zaken, snij jij even de wortel. Dus ik, als echte makamba zijnde, ga netjes hele dunne plakjes wortels daar snijden. Ik dacht, dat is lekker voor op je bord. Nee, zegt Shirley, dat doe je niet goed. Dat moet op zijn Antilliaans. En wat doe je op zijn Antilliaans? Dan snij je plakken. Nou ja, goed. Klein voorbeeld, ik moest er hartelijk om lachen. Maar nu even serieus onderwerp. We hebben carnaval gehad. Wij met z'n allen, Fuma over straat. Veel plezier gehad, maar ondertussen zijn er een aantal mensen die zorgen dat wij veilig blijven. Die blijven opletten, die niet ladderzat mogen rondlopen, die gewoon werken. En die ons komen redden. En dat is natuurlijk, dat heeft u al geraden, de brandweer. En daarom is Klee om ons, want ik vind dat deze mensen eer verdienen. Elke dag staan ze voor ons klaar. Zit je in je auto, je krijgt een ongeluk, wie haalt je uit de auto? De brandweer. Schiet de vlam in de pan, in je afzuigkap. Wie is er als eerste bij? De brandweer. Jongens, zonder brandweer zijn we nergens. Dus, vandaar, Klee te gast als brandweerman. En Klee, vertel nou eens even. Wat gebeurt er op het moment dat jullie een melding krijgen? Op het moment dat ik een melding krijg, heb ik een passinformatie naar het personeel dat ik heb. Het depende van wat type melding is, wat druk te zijn, wat je in de tabak.
Dus aan de andere zee, aan de andere een melding kon een melding erin. Dat is een hoop importante, op het moment dat er iets mas mio no sa e melding, mas mio no spo balota ki konostin ko asi pa atende ku e caso. Dus als het een eenvoudige autobrand is, ik zeg maar wat, dan gaan jullie met drie mensen. Ik verzin wat hoor, ik weet wel dat het anders is. Maar als de grote huisbrand is, dan gaan jullie met z'n allen. Ja, in principe, een candela die auto, no se trata casi mente, mensen kosten een candela die kaas. Dan al goed portin so basta gevaren je. Dus op het moment dat je een candela die auto hebt, dan zal je 5 hebben. Op het moment dat je een candela die kas hebt, dan zal je 5 hebben. Dan zal je 2 terug hebben. Depende van wat de officier van dienst decide op het moment. Maar heel probabelijk zal je 2 terug hebben op het moment dat je een candela hebt. Dus er is eigenlijk altijd ook bij elke dienst een officier van dienst aanwezig. Correct. Die bepaalt hoeveel mensen er moeten komen. Die bepaalt op locatie bij de brand. Correct. Depende van de situatie. Als er algo ko as na ting un slachtoffer erbij of ta un accidente grandi of ta un candela di casa amber ti un officier van dienst. Als er algo mas chiquito, e vo fel burda na e momento e mies por handle a situación. En voor onze kinderen die kijken, hoe word je brandweerman? Want dat is het mooiste beroep ter wereld natuurlijk. Ja, je mag tuurlijk, mensen helpen. Tuurlijk. Je kan lekker koken. Als je niet hoeft te blussen natuurlijk, hoe word je brandweerman? Wat moet je doen? Bon, ik probeer ook naar mijn zin te komen naar school. Eerste ding wat je moet doen. Diploma halen. Diploma halen. Na dat kun je solliciteren. Dus we solliciteren op het moment dat je een vacature brieken dan. Luister naar Klee, hè, jongens. Diploma halen. Het is zo belangrijk. Ja, zeker. Zo belangrijk. Diploma halen. Dus op het moment dat je een soortje aan je bij arriba, we gaan appliceren op het moment dat je een vacature. Want we passen dingen in het proces van sollicitude. Moet inseren een partij die boek karta, boek gesprek, medische keuring, sporttest, en toen hun toe. Dan zag je een miljoen en toen zei je dat je de manier is een eer en honor voor de partij die ons kweer. Hey, en nu is dus, je moet gewoon fit zijn, goed kunnen leren en ja, goed kunnen blussen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hoe doen jullie dat? Want hier op Bonaire heb je een heleboel verschillende dingen. Je hebt natuurlijk gewone huizen, je hebt het verkeer, maar je hebt ook een vliegveld. Correct. Je hebt Curoil. Kan elke brandweerman elk vuur blussen? Of hebben jullie specialisten? Nee, iedereen die wordt opgeleid om alles te kunnen doen. Multitasking, laten we het zo doen. Zo noemen. Dus na Bonaire, aquí nos meesta para candela de kas, auto, nos te specialiseren in candela de avion. Nos te specialiseren in scheepsbrandbestrijding. Tuurlijk. Nos te specialiseren in industriebrandbestrijding. Dus dat hoop ik ons nog voor als die hond toe, want apart je zei, tien verschillende specialiteiten namelijk ons voor als die binnen, dus dentro die kuerpo mis. Dus een voorbeeld, de tanki die eieren dan kon ons te blisten, ja. Nos die ons misomende dan, kon opgeleid, papoor jene de tanki, controle de tanki, dus dat verschillende taken die kon ons voor als die ding partij die bombeer is. Maar elk team wat on duty is, of aanwezig is, heeft die specialiteiten? Inzicht. Allemaal, correct. Dus je moet wel een groot hoofd hebben natuurlijk, ja. Om dat allemaal te onthouden, man. Ja, het is niet echt? Gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk. Dat een proces die studio die ongeveer een jaar. Hoop je informatie. En ja, moet je echt ponen op elkaar kabel. Dus niet alles met een chicken feet. Je moet het dus gewoon echt willen om brandweer te worden. Brandweerman ja. Te worden. Ja. Dus, het begint allemaal met diploma halen. We gaan verder met de show, jongens. We gaan weer verder met koken. Bakken jouw balletjes. Laten we het doen. Lekker. Ja, hè. Agora me acaba de corta cebolla, pimentón, con flok. Para nós vai poner en blender. Tira dor di e mansa di bacalhau para tirar e balde di bacalhau. Essa chapa não é muito fina, não é muito grossa. Nossa mula, né? Essa
te broer dingen bakio. Ik snap een kuchara. Een pan lekker om. Dat is ook gekookt en gesnipperde bakkejauw, toch? Ja. Ik heb bakkejauw hier bij. Dan is het een beetje fijn. Dan is het een beetje. Een koos in het bisse. Mensen ponen een tikje paneermeel in het balje. Maar door dat het niet paneermeel is, dan ponen brenta. Nós temos costume assim, pessoal, dor com a nossa cozinha salu. Então, nós temos costume de pôr brinta, lugar de paner meio, de encostar com mistério de paner meio. Compreende? É, dat is nou helemaal het koken op Bonaire. Niet altijd is alles er, hè? Dan moet je creatief zijn. Sim, vou dar improvisar. Vou dar improvisar. Sim, é da beira assim aqui. Nada ainda bem perdi. Word je niet zenuwachtig van jullie? Iedereen op je handen te kijken? Nee. Ben ik al gewend. Een tikje peper. Nog staan. Moelen. Maar eigenlijk zijn dit gewoon hele gezonde hapjes. Die je ook als brandweerman s'avonds een keer kunt eten waarschijnlijk. Zeker. Sal não está bem usado. Os outros que está sal o caba, aqui me tem cebola na poeira, tiki. Voor de mensen die weinig zout mogen, uienpoeier zit geen zout in, maar proeft wel wat zout. Dus als je helemaal geen zout mag, koken met uienpoeder. Met zakita. Paprika poeder, tiki. En een wit. Mi te pone un huevo, vos te envía el huevo nada grande, te envía está chiquito. Ahora que está chiquito, vos te pone dos huevos, comienza a calcular la cantidad. Huevo así na grande, está un vos te pone, se está quedando mucho fuego. Me brinda para el lugar de panerme. Está pone Dios un tique sin aquí. Está pone op. Pero es una cosa que en la mesa pone el pica con la mistela. Okay. Está así ahora aquí con mi mames. Pasó para mi estructura con esta. Está mucho, mucho stiff, ni no mucho. Ora un tallo o un sal, con nos pone balcina arriba. Sì. Dor che ti indichi don, botta bascia te ora, botta sintico e nota pega machana bo man. Se bascia un tique sina che ti brinda de tallo, di mies pe balci non che era pegare in c'è. Ok? Ora mi ta mua, mi man un tiki. Moram mi po lore balci na si na gera pe. Mm,
Ja, kom maar bij aan de baas, dan gaan we je daar. Je daar mee van ons kennen. Zo, ik moet naar Laura vast. Ik heb een pek in de man. Er is natuurlijk nog een reden dat ik met klei hier aan het fornuis sta. Dit gebeurt thuis ook, de vlam in de pan. Let wel, dit moet u thuis niet proberen. Gewoon niet doen. Hier kan het, want ik heb een brandweerman bij me. Thuis heeft u dat niet. Gewoon niet doen. Vlam in de pan. Klei gaat laten zien wat je moet doen. Kan die er al af, Klee? Ja. Kijk, en dat gebeurt dus thuis ook. Heeft u paniek gezien? Bij mij wel. Ik schrok. Ik deed fout. Klee niet. Klee zegt... deksel erop. Klaar. Vuur. Drie dingen nodig. Brandstof. Dat is de olie. Lucht, die haalt de klei weg. En voldoende temperatuur. Nou, doordat de olie heet was, spatte alles uit. Dat was voldoende temperatuur. Wat klei deed, hij haalde één van de drie factoren weg. Lucht. Dus, vlam in de pan, geen paniek. Deksel erop. En het vuur uit natuurlijk. Se maneira você ampora mira hoje nós fazemos uma demonstração de candela de panche, algo que está passa diariamente com essa corto mal lugar. Então maneira você ampora mira hoje como nós atendemos que situação. Então se dispõe etapa arriba e será gostou. Lá, não me se tira água arriba, não me se tira um panha de nylon arriba. Mais fácil se você não tem um tapa, se você tem um pida panha moa, também vou portar pe com ele, mas preferiria usar etapa, põe back, será gostou. Ik moet dat klaar. Je peligra bij je zin. Dus we zagen nog eens illustreren hoe je raakt in paniek, want we zagen dat koosa hoe dat bier maas en maas en maas grand. Ik heb nog een brandweerman gevonden. Gorge. En Gorge gaat een speciaal recept maken uit Colombia met onze bakbananen. Niet bacoba, onze bakbananen. De banana. Gorge, laat het zien. Ik ben heel benieuwd. Boom. Kiko, wat bota bij Hassi? Lo que no está bij Hassi está un plato de Colombia. Hecho, sí, de Colombia. Está tostones, no está banana verde, no está botana hasa. Después sacanan, platnan, entonces botana hasa un rato más. Cabo un tiki salo riba ya, entonces plata. Más fácil mes. Ahorita, gewoon. Dus eigenlijk twee keer gebakken bakbanaan, als ik het in het Nederlands mag zeggen. Je bak ze, je plet ze, je bak ze. Beetje zout eroverheen. Ja. En je smaakpapillen dansen. Ja. Lekker. Klinkt goed. Heel goed. En misschien is het handig als je hem in de olie gooit, die is nog niet warm. Nog niet warm, wel. Ze worden nu mooi geel, maar ze moeten echt bruin worden gegoten. Of moeten is nee, goed? Ze moeten eerst geel zijn, een beetje geel. Daarna red halen. Daarna platen met een mok. Ga zo meteen laten zien. En daarna nog een keer en laten. Kijk, dat vind ik nou het leuke van Bonaire hier. Hè? Er wonen zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende culturen, zoveel eten. Ja, dat is toch prachtig. Daar kun je toch alleen van genieten. Echt, sta ik hier gewoon lekker te koken. Kom ik opeens een Colombiaan tegen die geplette bakbanaan gaat maken. Nou, dat is toch fantastisch? Ik geniet ervan. Heerlijk, al dat eten. Mwah. Fantastico. Ik rook het gewoon op een sakanaan. Voor één of twee voor twee. Uit.
Met de zeta keer dat in de pantje. Tot in provecha con una caliente. Zo, zo, remo. La nostra siguiente cartur, la gana asa, la gana un hecho color, color gel, todo lo que va, un hecho color, un hecho color, como es el tín, pero vos sacan a un tinte que salga en tu clave, sin que la clave ore. Klinkt heerlijk in de oren. Wacht tot hij een mooi bruin kleurtje heeft, een beetje zout eroverheen. Klaar. En smullen, en klaar. Ja. Bom, Yuri, qua che coloco una qui, una chima, ne ha ci colo, sacanan, butana arriva, taglio, il papel, la seca e zeta, sacanan, lo che può fare con un buon letto crispy per fuoco, grato. Papel. Así que juego un tiki. Oh. Entonces, último, y ahora sal. Está bom sal, sim. Já é foi esse sabor de tostones colombianos. Bom, já são os tostones. Tostones colombianos. Ik ga het proeven. Heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gegeten. Dit was de reden, hè, vroeger, dat ik kok wilde worden. Je staat altijd het eerste bij de pan en je mag altijd als eerste proeven. Beste bloesie. Maakt dit ook lekker thuis? Verrukkelijk. Dus. Cayenne. Ja. Heerlijk. Het is ja, eigenlijk alsof je een frietje eet. Nee, ja, ik weet niet waar ik het moet vergelijken. Ik ken het niet. Het is gewoon lekker. Heerlijk. Probeer het een keer. Tostones de Colombianos. Zie? Sí. Oh, mi español te malo. Spaans is niet goed. Maar dit ga ik onthouden. Oké, okay, nos te hace banana. Banana de nos paquillao. Mas para trás, o milagre é perigoso. Sempre agora nós estamos na candela, nós mandamos o panche ou a veia para trás. Mas mandou um bom baquilhão sem o banana, um baquilhão. Não, um baquilhão. Amigo, você é turco. Yuca. Temos a do sul. Abacate. Eu vou colher o abacate e eu vou subir o erro.
Oké, okay, banana nang abira bonita, color de oro. Sakana. En dan is het op pret. Net color. E banana, se você prometer que você vai fazer bala, você vai escapar a buzeta para sobrar. Se não puder fazer essa banana, você vai fazer bala, você prometer que você vai cambiar a pancha, camiseta para fazer banana. Então, a massa vai fazer banana, prometer. Então, tem a zeta para fazer bala. Je ziet nu, Shirley kookt het hartstikke goed, want olijfolie kan niet zo warm worden als gewoon een frituurolie. Want olijfolie verbrandt sneller. Heel snel, omdat het dunner is. Omdat het dunner is, inderdaad. En je ziet, de olijfolie blijft mooi gelig. Dus dat betekent dat de temperatuur perfect is. Ja. Als die namelijk te heet wordt, dan komt er een stofje in de olijfolie wat niet gezond voor je is. En daarom moet je altijd op de temperatuur letten. Letten, ja. Als je met olijfolie kookt. Agora nós vamos a baltina. Vou pôr em roupa, senão a zeta tá fria. Nossa volta é baltina, só não vira broi num banda. Nossa volta não, vira broi num outro banda. Vou pôr em roupa de um pônei. Se eu dormir agora, vou pôr em roupa. A zeta está fria. Então, não dá para abrir. Já. Agora aqui me dá saca tudo. Para sonar, vira branca, bonita. Põe papel de cozinha para chupar o efeito de massa em baltina. Diz que deve pôr na área de um escal. Bonito assim. Nou, en tot slot van deze aflevering een lekker gezond toetje. Geen suiker, maar hartstikke zoet, fris vanuit de airfryer. Airfryer, een nieuw apparaat op de markt. Eigenlijk is het niet nieuw meer, maar mensen beginnen het nu te ontdekken. Het is een soort oven, alleen dan als klein apparaat. Kijk, als ik thuis kook en ik zet mijn oven aan, warm, calor, niet te zuinig. Het hele huis dampt. Airfryer is ideaal. Je draait hem aan, hij warmt voor. En vervolgens doe je spulletje erin, geen warmte. En het is snel klaar. Dus ik ben fan van de airfryer. Daarom ga ik nu een toetje maken voor de airfryer. Maar hij moet eerst voorverwarmen. Dus ik ga hem even aanzetten. Nou, zo'n airfryer is een hele simpele machine. Twee knoppen, temperatuur en tijd. We gaan hem eerst voorverwarmen. We zetten de temperatuur aan. Zodat het lampje uit is. Is die voorverwarmd. Nou, terwijl die voorverwarmt, gaan wij het gerechtje maken. Voor dit gerecht hebben we nodig bananen, eieren, framboosjes. Dat is alles. We beginnen met de bananen. Het moeten mooie, rijpe bananen zijn.
die je goed kan... Bacoba, bananen. Die je goed kan pletten. Dat is ingewikkeld voor de Nederlanders. Je hebt hier banaan, banana en bacoba. Banana is de bakbanaan die Shirley net heeft gebakken. En bacoba is de banaan die je zo kunt eten. Goed. Bananen, die ga ik pletten. Lekkere puree van maken. Een goede rijpe banaan is heel zoet. En daarom hoef je hier geen suiker in te doen. Ik weet niet zeker of het toetje geschikt is voor diabetes, want er zit natuurlijk wel veel fruitsuiker in. Maar er zitten geen toegevoegde suikers in. Dus geen witte suiker enzovoort. Het is gewoon echt alleen maar het suiker wat in het fruit zit. Twee bananen, vier eieren. Lekker mengen. Hoe lijkt het je klei? Ziet het er een beetje uit? Als je nou denkt, nou, ik ben een zoete kou, stop je er nog een banaantje bij. En aangezien dat ik een zoete kou ben, doe ik er nog een banaantje bij. Wel weer even pletten, anders krijg je stukjes erin. Lekker kloppen, een beetje lucht erin. Het moeten een soort muffins worden, dus daarom klop ik er nu een klein beetje lucht in, zodat ze zo meteen een klein beetje omhoog komen. Dan de framboosjes. Maar voor ik het vergeet. Ik ga ik noem ze maar even muffins. Ik ga de muffins in een soepkop maken. Ik had geen vuurvaste schaaltjes en de soepkop is eigenlijk een soort vuurvast schaaltje. Wat je altijd moet doen bij elk gerecht in de airfryer, even... Ding. Hij is op temperatuur. Even een klein beetje olie erin. Ik maak een keukenpapiertje met wat olie. En ik smeer even de zijkanten in. Als je dat niet doet, blijft het hartstikke vastkleven. Lekkere verse framboosjes. Dit kun je ook gewoon doen met diepvriesfruit. Maar ja, we hadden verse framboosjes, dan kan ik dat niet laten om dat te nemen. En vervolgens scheppen we het beslag erop. Ondertussen is de airfryer op temperatuur. Zo. Kijk, een airfryer werkt met circulerende lucht. Dus de lucht wordt er helemaal omheen geblazen. Vandaar dat er ook gaatjes in die bak zitten. Maar pas op, heet, heet, heet. En deze... Ik ga een kwartier in de airfryer. Even controleren daarna. Misschien nog ietsje langer en dan zijn ze klaar. MUZIEK
De muffins hebben een kwartiertje in de oven gezeten, in de airfryer gezeten. We gaan ze eruit halen en afmaken. Zo. En even kijken. Ja, de toetjes zijn helemaal goed. Zo. Heet, heel erg heet, dus pas op. Zo. Dan ga ik twee toetjes maken. Op twee manieren afmaken. Eentje de gezonde manier. Lekker wat yoghurt erop. Beetje groen, takje mint. En voor de kleur nog een framboosje. En aangezien dat ik ook van ongezond hou, eentje met slagroom. Een heerlijk, zoet, lekker toetje zonder suiker uit de airfryer. Ik zeg, eet smakelijk. Dit waren onze gerechtjes van deze week. Bakkejauw balletjes en een lekker toetje uit de airfryer. Klee, dankjewel. Gorge, dankjewel. Shirley, Zaken. En samen zijn we duo Panotti. Te otra bia, te otra seman. En masje dankie, pa wak, nos programma.